Beste vrienden, kijk hem zitten daar. Dit is Govert de Roos. En daar hebben we het over. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, wie is Govert de Roos? Oké, fijn. Maar er zijn, tegen die mensen wil ik zeggen, vrienden, dit is de allerbeste fotograaf die Nederland heeft gezien. En nog ziet. Govert, ben je er nog? Ja, je ziet hem met zijn ogen draaien. Dan denkt hij, hallo, zo'n introductie hoef ik nou ook weer niet. Nee, maar hij verdient dat wel, want die gozer die heeft werkelijk iedereen die iets voorstelt in Nederland, die heeft hij gefotografeerd. Dat klopt, hè, Govert? De gedurende periode, ja, in de 80er en 90er jaren vooral. Ja. Ja, ik heb wel veel gedaan, ja. Ja, ja, dat mogen we wel zeggen. Ja. Ja. Hij heeft iedereen gefotografeerd. Hij heeft mij ook gefotografeerd, vrienden. Ja, 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 dat was toen voor. Ja. Hoe lang geleden is dat wel niet, ja? Nou, ik denk wel een jaar of. Wanneer was het? Midden jaren 80, denk ik. Ja, ja. En dat was voor een cover van Veronica Gids of zoiets. Veronica Gids, ja. Ja, jongen. Dit vond ik een leuk idee, zo. Ja, dus jij zei van, kom op jongens, duw even je kop tegen een stuk glas aan. Ja. En dat hebben we gedaan. Ja, en dit was het resultaat. Kijk maar, dit was de foto die Govert toen gemaakt heeft. Nog even wat, heel belangrijk. Govert heeft... Ik weet niet hoeveel foto's gemaakt voor de Playboy. Ja. Govert, hoeveel? Hoeveel wil niet? Ja, het valt wel mee. Ik heb er 20 jaar voor gewerkt. En in die 20 jaar heb ik geloof 40, 45 shoots gedaan. Voor 45 bekende vrouwen, die heb jij in de blote kont gezien allemaal. Moet je nagaan, vrienden. Deze Govert. Ja. Maar waren het allemaal bekende vrouwen, ja. Van al die 45... Ja, nou, je voelt de vraag wel aankomen, wie was de lekkerste? Je kan het nu zeggen. Weet je, met Sylvia Millekamp heb ik ook altijd een hele fijne band gehad. Sylvia Millekamp, die vond jij lekker? Nou, dat vond ik een hele lieve, mooie, fijne, heerlijke vrouw. Alleen, ja, zij was altijd bezet en ik was bezet. Dus het is nooit tot iets gekomen, maar... André Hazes. Ja? Dat was ook eentje die jij heel vaak gefotografeerd hebt. Ja, 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 ja. Het was ook niet het was ook geen makkelijke man, laten we eerlijk zijn. Nee, André was niet makkelijk, hè? Nee. Nee, het was ook niet zo'n hele toegankelijk. Kijk, het is wel... Ja, dat is wel zo, want ik heb het natuurlijk ook een klein beetje af en toe meegemaakt. Ja. Het was natuurlijk toch een beetje een rare gozer natuurlijk, toch? Ja, nee, ik heb wel eens gezegd, ik had altijd het idee van André dat hij zich, dat hij zich voortsleepte van het ene succes naar het andere succes. Het was hem niet, weet je, zoals andere mensen ontzettend blij zijn met de nummer 1 hit. Ik had altijd het idee dat hij daar, dat hij daar eerder iets had van, oh fuck, dan moet ik weer al die tv-optredens, al die theateroptredens, al die snabbels. Weet je, het was niet... Alsof dat, ja, nee, goed. Kijk, ik heb wel één keer, heb ik een keer een sessie met hem moeten doen voor die cd, een goed gevoel of zo heette die, geloof ik, zwart-wit hoes. Ik kan me herinneren, hij was zo diep triest die ochtend, of die middag, ik weet niet, ja, middag was het, was zo diep triest. Hij zei, de make-up moest een paar keer overgedaan worden, want dan moest hij weer huilen. Ah, dat vond ik altijd zo sneu. Had veel verdriet, die man. Had veel verdriet. Ik vond die film, weet je, Bloed, Zweet en Tranen, die vond ik wel een goed beeld geven. Ja, dat was ongeveer wel, dat kwam vrij dichtbij, ja. Oh, heeft hij tijdens een van die dingen wel eens een keer voor jou gezongen of zo? Dat hij gewoon in de studio even losgaat? Dat was een beetje, dat was een van de mooiste momenten. Weet je, dat zijn zo van die momenten in je leven die zeg ik, dat was zo'n mooi cadeautje. Ja. We waren een keer, mijn studio werd verbouwd, was de vloer was rot, er moest een nieuwe vloer in. En toen ben ik uitgeweken naar een kerk of zo, was een studio, die was een kerk, dus, 6 meter hoog, 7 meter breed, 20 meter diep, met zo'n prachtige galm. En ik moest een nieuwe sessie doen met Hazes toen, dat was in 93 geloof ik, en... En toen ging hij een aria zingen. En, en toen dacht ik, hè? Jezus, wat heb je... ik schrok toch, ik krijg er nog kippenvel van als ik het aan denk. En hij had de smaak te pakken, heeft er wel 2 of 3 gezongen toen. En toen zei ik, hier moet je een cd van uitbrengen, wat is dit man? En toen zei hij tegen me, nou, Govert, nee,
uit respect voor Willy Alberti zal ik dit nooit doen. Maar goed, pas geleden, ja, kom jij dus nog een foto tegen. Ja. Van die hazes. Ja. En die dat... hadden we helemaal, had nog nooit iemand gezien en jij ook niet. Hoe kan dat nou? Kijk, weet je, dat is uit die serie toen, waar ik het net over had, dat hij een paar keer moest huilen, dat ik die hoes moest maken voor een goed gevoel, en dat ik dan, weet je, en dan zoek je dan die foto die nodig is voor die hoes. En dan de rest eigenlijk, weet je, dat gaat je archief in. Door die corona, een beetje aan het zoeken, en toen kom die foto kom ik tegen, en toen dacht ik, oh ja, weet je, toen zat hij zo helemaal van, ah jongen, en zei ik, joh, lach een beetje, en dan zei hij, ja, fuck, weet je. Zo die vinger even. Ja, toevallig heb ik die foto gemaakt, maar omdat je daar niet bij stilstaat, dat een iconisch beeld zou kunnen. Ja, dat is... Dan stijgen jij en hij, iedereen boven zichzelf uit in een flits van een seconde. Ja, dus ook omdat hij niet zo... Ja. Hij was niet zo bedoeld. Hè? Het is nee, zo... maar goed. Het krijgt toch ineens iets van die Leibovitz, Andy Warhol-achtig niveau. Te veel eer, hoor. Hou op. Nou, laatste drie woorden zijn voor jou. Beschrijf in drie woorden André Hazes. Daar komt hij. Nou, daar gaan we. Een moeilijke, zoekende... Lieve man. Juist. Nou, dat gaan we onthouden. En dankjewel voor die fantastische foto van Hazes. En ik ga jou gedag zwaaien. En heel veel succes met je tentoonstelling bij Madame Tussauds. Dag Govert. Dankjewel Harry. Dag. Dank. Dag.